Dit is het verhaal van twee verzetstrijdsters, Willy van Bremen en Jopie Smulders. Willy werd op 25 februari 1908 geboren in Rotterdam. Ze was werkzaam als telefoniste bij de leerfabriek. Jopie Smulders werd op 11 april 1905 geboren in Den Haag als dochter van de Oostenrijkse aannemer Smulders. Jopie en Willy hebben tal van belangrijke verzetsdaden ondernomen, vooral voor de Joodse werknemers van de leerfabriek in Oostenrijk. We staan hier voor de lederfabriek Oostenrijk, die in 1916 begonnen is door Christ van der Aa. In de jaren 20 van de vorige eeuw nam de Joodse firma Adler en Oppenheimer deze fabriek over. Het kantoorpersoneel van Adler en Oppenheimer was aanvankelijk nog in Amsterdam gevestigd. Maar in 1928 werd dit nieuwe gebouw geopend waar het kantoorpersoneel uit het hele land kwam te werken. Zo ook Benny Klein. Hij was Joods en hij woonde vanaf 1928 dus in Oostenrijk, waar hij in 1932 een relatie kreeg met Jopie Smulders, een meisje dat van vaderskant uit familie had in Oostenrijk. Ze trouwden in 1933. Een ander iemand die in 1928 op dit kantoor van de leerfabriek kwam te werken, was de toen 20-jarige Willy van Bremen. Zij trad als telefoniste hier in dienst. Het jonge, merendeels Amsterdams kantoorpersoneel vormde in die jaren een hechte club. Op de foto is een aantal in uitgelaten stemming bijeen na een uitstapje naar de kermis. Op de voorgrond Siek Kanstein, achter hem Clara van Rijn. Twee Joodse personeelsleden die beide in Auschwitz vermoord zouden worden. Op de voorste rij Willy van Bremen en rechts Loek Roemen. De twee vrouwen die zich in de oorlog via de vluchtlijn Dutch Paris verdienstelijk zouden maken voor de Joden. Op de achterste rij verzetsman Wim Brugman en zijn latere vrouw Mien Beyer. Hun huis aan de Aderventreef was tijdens de oorlog een onderduikadres voor met name Joden. Vanaf 1929 was Erich Adler in Oostenrijk de grote baas van de leerfabriek. Na de machtsovername door Hitler in Duitsland liet hij zich tot Nederlander naturaliseren. In Duitsland werd het concern door de nazi's onder Arische leiding geplaatst. Op 1 juni 1938 moest de laatste Oppenheimer ontslag nemen als voorzitter van de directie. Kort voor de inval van de Duitsers emigreerden de families Oppenheim en Adler naar Amerika. De Duitsers plaatsten een Duitse zaakwaarnemer als bewindvoerder in de voor de oorlogsindustrie belangrijke leerfabriek. In 1942 kregen alle Joden collectief ontslag. Verzetsman Wim Brugman, die veel onderduikers in zijn boswoning had, werkte hier als archivaris op de leerfabriek. Hij gebruikte de stencilmachine van het kantoor om illegale blaadjes te maken, die vervolgens, als ze gedroogd waren, in de bureaula kwamen van Willy van Bremen. Maar voor ze droogden, moesten de ramen open, omdat anders de inkt niet opdroog. Op een kwade dag woei er echter een stencil uit het raam, recht voor de voeten van een Duitse militair. Maar nog voor deze militair het blaadje kon lezen, was Willy van Bremen er als de kippen bij om te zeggen en te roepen: "Directionspapieren!" En de brave Duitser overhandigde het illegale stencil aan Willy van Bremen. Toch zouden uiteindelijk de illegale stencils ontdekt worden in de bureaula. Willy van Bremen moest bij de directeur Frans de Jong komen. Maar alles liep gelukkig met een sisser af. In de oorlog werden diverse acties voor de winterhulp georganiseerd. Dat was een nationaal-socialistische actie om arme mensen te helpen. En dus niet erg geliefd bij mensen die tegen de Duitsers waren. Ook op de leerfabriek vond zo'n actie plaats onder leiding van de verwalter Huperts, dat was de Duitse baas van de leerfabriek. Alle personeelsleden van het kantoor werden gedwongen om langs de winterhulpbus te lopen en een donatie te geven. Wim Brugman en Willy van Bremen hadden daar natuurlijk als verzetstrijders geen zin in, maar ze moesten meelopen. Toen ze langs de bus kwamen, zei Willy van Bremen: "Gut, wat een mooie bus." En ze liep door zonder een cent te geven. Daarvoor moest ze uiteraard op het matje komen bij Huperts, de verwalter. Echter, ook dit had voor haar gelukkig geen gevolgen. Willy van Bremen besloot om, na het ontslag van Benny, te komen inwonen bij het echtpaar Klein. Door bij hun in te trekken, zorgden ze voor wat extra inkomen voor het Joodse katholieke echtpaar. Maar op enig moment mochten Joden geen kostgangers meer in huis hebben.
Beide vriendinnen waren, na de invoering van de Jodenster, ervan overtuigd dat het met de Joden in Oosterwijk slecht zou aflopen. Het plan rijpte om Benny Klein te laten vluchten naar het buitenland. Uiteindelijk kwam hij in Frankrijk terecht. Hoe het allemaal precies is verlopen, is onbekend. Maar vaststaat dat hij daar, onder dwang van de Duitsers, als chauffeur kwam te werken. Hij wist echter uit de handen van de Duitsers te ontvluchten en sloot zich aan bij het Franse verzet. Na de oorlog is Benny Klein actief geworden als tolk voor de geallieerden. Zijn vader, zus en broer brachten het er minder goed af. Zij werden opgepakt door de Duitsers en verdwenen naar Sobibor en Auschwitz, waar ze in de gaskamers vermoord werden. In de oorlog zette Jopie Smulders zich samen met de inwonende Willy van Bremen zich in voor het Joods kantoorpersoneel van de leerfabriek. Via Loek Roemen, een oud-medewerkster van de leerfabriek die inmiddels in Parijs werkte, kregen van Bremen en Smulders contact met deze vluchtorganisatie voor Joden. Zij heeft verscheidene Joodse personeelsleden van Oosterwijkse leerfabriek geholpen met het onderduiken of met de vluchtroutes. Zo ook Paula Elsass, die zij kende als secretaresse op de leerfabriek. De Duitsers dwongen de Joden om ontslag te nemen en zo belandde Paula bij schoenfabrikantenfamilie van der Heijden. Toen haar deportatie dreigde, bracht Willy haar per fiets naar Tilburg en hielp haar vluchten naar Frankrijk. Ook Jopie Smulders vergezelde voormalige Joodse medewerkers van de leerfabriek, zoals Ali Brasch, bij hun vlucht. Willy van Bremen kende erg veel mensen die op deze herdenkingsplaketten staan. Zoals natuurlijk op de allereerste plaats Wim Brugman, collega verzetsman waarmee ze op het kantoor werkte. Maar verder kende Willy natuurlijk vooral de Joodse personeelsleden. Zoals daar was Stella Hüttner en Lizzie Meijer, die ze geholpen heeft. Ook Sieg Kanstein kreeg een aanbod van Willy van Bremen om geholpen te worden, maar hij vond de Dutch Paris Line te duur. Hij koos voor een goedkoper alternatief. Helaas werd hem dat noodlottig. Hij werd opgepakt en kwam om in een kamp. Willy van Bremen liet een foto maken van deze plaketten. Die zette ze in een appartement in een bos. En elk jaar op 4 mei, met de dodenherdenking om 8 uur, stak ze een kaarsje aan bij die foto. En dat deed ze natuurlijk om haar Joodse collega's van het kantoor te herdenken. Willy van Bremen en de katholieke Jopie Smulders verrichtten in de oorlogsjaren veel werk voor de Dutch Paris Line. Dat was een vluchtlijn voor Joden om naar Zwitserland of Spanje te komen. De grote man achter de Dutch Paris Line was Jan Weidner. Hij werd diverse malen opgepakt, maar wist telkens weer te ontsnappen. Hij is eigenlijk één van de grootste verzetsmensen van Nederland, maar ook tegelijkertijd de minst bekende. Echter, in Amerika is er zelfs een center naar hem genoemd. Wie was deze Jan Weidner eigenlijk? Jan Weidner wordt geboren in 1912 in een familie van Zevende Dag Adventisten. Zijn vader is predikant en geeft bij het uitbreken van de oorlog les op een seminarium in Frankrijk, vlakbij de Zwitserse grens. Jan spreekt vloeiend Frans en kent de bergen in de streek als een broekzak. En dat is van groot belang bij het opzetten van de vluchtroute. Met als dekmantel een textielzaak betrekt hij zo'n 300 mensen bij de lijn. En die is vanaf 1942 operationeel. De lijn loopt van Amsterdam naar Brussel en Parijs. Vaak is de trein het vervoermiddel en met behulp van zogenaamde passeurs en valse papieren vluchten honderden mensen weg uit bezet Nederland. Joden, geallieerde piloten en anderen komen uiteindelijk bij de grens met Zwitserland en Spanje en worden tenslotte vaak door Weidner persoonlijk over de bergen heen gesmokkeld. Loek Roemen werd in 1944 thuis door de Gestapo opgepakt, nadat er 2 persoonsbewijzen in haar nachtkastje waren gevonden. Ze kwam terecht in concentratiekamp Ravensbrück en vervolgens in cellen in Hannover, waar ze in een rubberfabriek moest werken. Door dat werk kwam ze niet terecht in het nabijgelegen concentratiekamp Bergen-Belsen. Ze werd door de geallieerden bevrijd. Onder hen was Benny Klein, de toenmalige Joodse man van Jopie Smulders, die als tolk werkte bij de geallieerden. Van hem kreeg ze de eerste reep chocola. Willy van Bremen overleed op 29 juni 2007 in Den Bosch.
In 2010 besloot het Oosterwijks gemeentebestuur een straat naar haar te vernoemen in de wijk Pannenschuur. Benny en Jopie Klein-Smulders vertrokken op 27 juni 1946 uit Oosterwijk. Het huwelijk hield geen stand. Jopie Smulders overleed op 23 juli 1989 in Den Bosch. Ook naar haar werd een straat vernoemd in de wijk Pannenschuur. Jopie Smulders en Willy van Bremen hebben tal van Joodse Oosterwijkers het leven gered.